Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Hettie Klavers, dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland. Goedemorgen. Afgelopen woensdag is de begroting van het waterschap besproken. Daarin staat onder meer dat er wordt gewerkt aan het vergroten van het waterbewustzijn van inwoners. Ja. Wat bedoelt u ermee? Wat wij daarmee bedoelen is het volgende. Wij wonen hier onder de zeespiegel voor het grootste deel. Hè. Urk ligt natuurlijk ruim boven de zeespiegel. En dan gaat dat niet vanzelf. Dan heb je echt heel goed waterbeheer nodig. Dat kost ook geld. Daarom hebben we een waterschap die waterschapstaken voor zijn rekening neemt. Maar we gaan ook naar de inwoners en de bedrijven voor het geld wat we nodig hebben voor het waterbeheer. En wij vinden het dus heel belangrijk dat mensen weten wat het waterschap doet. Dat dat geld kost. En dat mensen daar belasting voor betalen. En dat ze zelf uiteindelijk ook een steentje bij kunnen dragen aan waterbeheer. Weten we dat niet? Nou, het is bekend dat het werk van het waterschap relatief onbekend is. De oude inwoners, zeg maar, van de polders weten heel goed. Hè, die hebben meegebouwd aan de polders, of tenminste hun voorouders. Dus die weten heel goed dat we onder de zeespiegel leven en dat er heel veel voor nodig is. Maar je merkt dat nu, ja, ga maar op straat lopen, vraag aan iemand wat doet het waterschap of hoe heet het waterschap hier, dan weet lang niet iedereen dat. Ja, wat zou u zelf aan steentjes bij kunnen dragen? U zei het net al. Ik heb eerder begrepen dat de steentjes uit moeten, namelijk uit de tuin. Ja. Ja. Want dan heb je langere waterbuffer dan dat het zo wegspoelt. Daar bent u blij mee als waterschap. Wat kan het u schelen hoe mijn tuin eruit ziet? Nou ja, dat is. Kijk, ik vind het heel erg fijn als we met z'n allen kunnen voorkomen dat we heel veel wateroverlast krijgen. Na heftige buien. Na heftige buien of iets dergelijks. En als je, stenen in je tuin hebt, zou je kunnen zeggen, ach, wat maakt het uit. Maar als heel veel mensen stenen in hun tuin hebben, heb je het over heel veel vierkante meters, heb je dus veel meer kans op wateroverlast. Voor in de wijk, maar vooral ook bij jezelf. Dus het is best verstandig om daar wat aan te doen. Dus de stenen eruit, groen erin? Groen erin en dan het liefst wel een beetje plantjes die hier van nature voorkomen. Hè, zodat je niet exoten krijgt die zich gaan verspreiden. Oh ja. Goed, het lijkt heel ingewikkeld. Maar op onze website vind je tips hoe je dat zou kunnen doen. Zelfs meegedacht, hoe ga je om met schaduwrijke tuinen? Hoe ga je om met tuinen waar veel zon is? En het gaat niet alleen over het water, het gaat ook wel over hitte. Klimaatverandering komt ook samen met veel meer warmte, hittegolven. Ja, ja. En een groene tuin, nou dat weet iedereen, oh, is heerlijk cool. Ja. Ja. Nog iets waar u op inzet, dat vonden wij in uw begroting, die woensdag is vastgesteld. Aanpak van medicijnresten in het water. Zit er veel in? Ja, er zit veel in. In heel Nederland gaat er jaarlijks zo'n 190.000 ton het oppervlaktewater in aan medicijnresten. Waanzinnig veel. Hallo. We worden met z'n allen ouder. We gebruiken veel medicijnen. En medicijnen zijn natuurlijk op gericht om mensen beter te maken. Tuurlijk. Nou, dat betekent dat je bepaalde stoffen moet gebruiken die goed zijn in het bestrijden van ziektes. Maar ook waterleven bijvoorbeeld kapot maken. Maar ik neem die medicijnen in. Die gaan naar de wc. Naar de wc. Daar kan ik niks aan doen. Dat moet eruit een keer. Nee, dus wij zeggen niet mensen stop met medicijnen. Dat zou een beetje zot zijn. En stop ook niet met plassen. Stop ook niet met plassen. Maar wat dan? Uitermate ongemakkelijk. Wat we wel kunnen doen is... één, sowieso zelf nog nooit je restante medicijnresten door de wc spoelen of door de gootsteen. Breng het terug naar de apotheek. Ja. Maar we proberen ook bij huisartsen en anderen die medicijnen voorschrijven... suggesties te doen welke medicijnen minder schadelijk zijn als je uiteindelijk die resten weer uitplast. Okay. Er is echt verschil in. En samen met alle waterschappen en ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat proberen we ook te beïnvloeden dat medicijnmakers niet alleen nadenken over hoe maken we mensen beter, maar hoe zorgen we er ook voor dat we weinig schade aanrichten in het watermilieu. Ja, dat is iets wat we thuis kunnen doen. Maar verpleeghuizen, ziekenhuizen... Daar kan misschien een filtertje tussen. Ja, er zijn ook heel veel technieken die geschikt zijn om medicijnresten eruit te halen. En we zijn inderdaad ook bezig met te kijken waar zijn nou de grootste kansen om medicijnresten te verwijderen. Maar de meeste medicijnen worden toch wel thuis geslikt. Dus je moet het een doen en het ander niet laten. Ja, precies. Ja. Even terug, hoeveel ton medicijnen zitten er in het water? Nou goed, 190.000. Dat is echt heel veel. Ja.
Maar dat is voor het hele land. We gaan nu weer terug naar Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland doet ook over 2 jaar, in 2023, mee aan de waterschapsverkiezingen. Is dat weer gelijk met Provinciale Staten? Ja, is weer gelijk met Provinciale Staten. Oké, komt er weer veel campagne? Want de opkomst is niet altijd heel hoog, hè? Nou, de opkomst is sinds we samen zijn met de Provinciale Statenverkiezingen hoger. Hoger dan we gewend zijn als waterschappen. Maar goed, wij leggen ons natuurlijk nooit neer bij een bepaald opkomstpercentage. We willen altijd meer. Daarom zijn we ook heel erg bezig met nu al vertellen wat het waterschap doet. Wat mensen dus ook zelf kunnen doen. Maar richting de verkiezingen gaan we dat intensiveren. Gaan we ook vertellen dat er iets is als een waterschapsdemocratie. En dat je echt kunt kiezen en dat er ook wat te kiezen valt. Dus daar gaan we echt voluit op inzetten. En daar hebben we nog wel weer speciale doelgroepen bij. De eerste stemmers bijvoorbeeld. Want we weten uit onderzoek, als je eenmaal stemt als je 18 bent, als je het een keer gedaan hebt, wordt het een soort routine. Oh ja. Dus die eerste stemmers, die willen we hebben. Ja. Dus daar gaan we speciaal ook aandacht aan besteden. Bovendien, die leeftijdscategorie gaat ook te maken krijgen met de effecten van de keuzes die we vandaag maken als het gaat over de aanpak van klimaatverandering. Dus we vinden het heel belangrijk dat we die groep pakken. Ja, en daarnaast proberen we vooral aan te geven dat er wat te kiezen valt, dat het belangrijk is om te kiezen. Zo gaan we daar. Ja, waar kunnen we op kiezen eigenlijk? Ja, er zijn lijsten, hè, zoals we dat noemen. Net als in gewoon bij de gemeenteraadsverkiezing, Provinciale Staten. Maar bij ons heb je naast de politieke partijen die we allemaal kennen, hebben we ook waterpartijen. Nou, die zijn relatief onbekend natuurlijk als je kijkt naar het grote geweld van de algemene democratie. Die enkel en alleen gespecialiseerd zijn. Die richten zich vooral op de waterschapsdemocratie. Doen ook alleen mee aan de waterschapsverkiezingen. Zo heb je een heel mooi palet van heel veel verschillende partijen. Dus er valt echt wel wat te kiezen. Ja, er zijn ook een paar zetels. Die zijn altijd bezet door dezelfde organisaties. Geborgde zetels heet dat. Voor een bedrijfsleven, voor ongebouwd en natuurterreinen. De natuurterreinen. Ja. Ja. Die moeten misschien weg, vinden sommige partijen in de Tweede Kamer. Ja. Wat vindt u daarvan als door de kroon benoemde dijkgraaf? Ja. Nou, mij past daar niet echt een mening. Nee, ik ga toch voorzichtig vragen. Ja, nee, dat is helemaal goed. Het ligt nu op de goede tafel. Laten we daarmee beginnen. Okay. Het ligt in de waterschapswet vast hoe het bestuur in elkaar zit. Ja. En daar staat dat er geborgde zetels staan. Staat ook waarom. En die discussie die nu in de Tweede Kamer plaatsvindt gaat heel erg over, is dat democratisch? Die geborgde zetels die benoemd worden via een andere procedure en niet via rechtstreekse verkiezingen. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld in de Kamer, maar ook in onze achterban, ook in onze algemene vergadering. Dan vind ik dat we in ieder geval de Tweede Kamer goed moeten informeren wat de voor- en de nadelen zijn en wat de verschillende standpunten zijn. En dat hebben we gedaan. Oké. Okay. Nog even terugkomend op het klimaat. Glasgow en het IPCC-rapport lijkt alweer lang geleden, maar was u in Glasgow? Nee, ik was niet in Glasgow. En was er iemand van de Unie van de Waterschappen van Nederland? Nee, wij zijn vertegenwoordigd daar gewoon door het ministerie en alles wat er van Waterstaat? Ja. Oké. Heeft u er nog iets van meegekregen waarvan u zegt, ja, dat neem ik mee in het dagelijks werk voor Zuiderzeeland? Nou, ik denk dat de grote lijn van Glasgow gewoon is, er is gewoon geen tijd te verliezen, we moeten aan de slag. Ja. Als u mij diep in het hart kijkt, dat wil ik dan wel weer kwijt. Vind ik het wel jammer dat er toch niet wat steviger afspraken zijn gemaakt. Maar dat belemmert ons niet om gewoon hier bij het waterschap aan te geven wat de effecten zijn van klimaatverandering. Hoe belangrijk het is om het hier en nu de goede keuzes te maken. En dat we ons moeten voorbereiden op een veel snellere klimaatsverandering. En die gaat echt niet de polder voorbij. En dan moet u de dijken verhogen of de gemalen harder laten draaien? Ja. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, vooropgesteld, klimaatverandering is niet iets voor straks, voor onze kinderen. Het gebeurt nu al. Hè? Die buien die in Limburg zijn gevallen, kunnen hier ook vallen. En dan houden we het hier nu al. We hebben Tollebeek meegemaakt. Hè? Ja, 98. Daar hebben we natuurlijk nodige maatregelen op genomen. Maar als zo'n nog weer heviger bui als in Limburg hier valt, houden we het nu ook al niet droog. Dus we moeten heel goed kijken, wat kan ons watersysteem nog aan? En wat moeten we doen wanneer om onze voeten droog te houden, genoeg water te hebben, niet te veel, niet te weinig. En inderdaad, we moeten ook fors investeren in onze dijken. Ja, die maatregelen kosten geld. Ja. Begrijpt de burger dat? Ik
ik denk, ja, ik heb onze burgers, onze inwoners en bedrijven heel hoog. Dus ik denk dat iedereen begrijpt dat dat niet voor niks gaat. Dat als de zeespiegel zo fors gaat stijgen, als er zoveel meer extreem weer komt, dan begrijpt iedereen dat dat niet voor niks gaat. Dan vind ik toch nog wel belangrijk om te zeggen dat we in heel Nederland ongeveer 3 miljard uitgeven aan waterbeheer. Nou, als je dat vergelijkt met de miljarden die we op andere terreinen uitgeven, denk ik dat we toch wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Tegelijkertijd, het gaat altijd over belastinggeld. Dus ons waterschap wordt daarin ook heel scherp gehouden door het algemeen bestuur, dat we wel ons best doen om het niet duurder te laten worden dan nodig. En we willen toch droge voeten houden. En we hebben op zich een goede uitgangspositie hier met het waterschap. We hebben een goed ontworpen watersysteem, goede, stevige, dikke dijken. Dat maakt het ook makkelijker om ons aan te passen aan het klimaat, maar dat moeten we wel doen. Nog even, we zijn bijna aan het eind van het gesprek, maar nog even één gekkigheidje wat mij opviel bij de verkiezingen vorige keer. Waterschap en Provinciale Staten kwam in één keer binnen, die oproep. En nu was de envelop van de provincie was blauw. En van het waterschap was groen. Ja. En toen ging er iets mis in mijn hersenpan. Ja, kan dat andersom volgende keer? Nee, dat was toen inderdaad ook onderwerp van gesprek. Dat is natuurlijk een beetje zot. Ik weet het eigenlijk niet. Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Maar het zou vele malen logischer zijn dat het waterschap blauw zou zijn en de provincie groen. Mevrouw Klavers, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.